Ja. Waar ligt het ding nu? Ja, daar op de... In. Die zegt gelijk. Ja. Had wel gelijk, hè? Ja. Ziet het schoon tot glas is voor. Helemaal. Ja. Niet bij aan. Wil je er niet iets eerder weer in? Ja. Zo, jij bent gelukkig van vandaag. Ja, zeker weten, ja. Ja, nou, vertel even hoe dat ging. Nou ja, ik zat onder water. En ik was aan het voelen en ik elk object bekijken even. En voelen. Ja, dit leek er erg veel op. Als je dat dan voelt, dan weet je meteen van dit zoeken we? Deze kant. Nee, dat weet ik niet gelijk. Dat, pas als ik plaatjes zag erop. Ja, toen dacht ik van, nou ja, dit is hem wel. Toen wist ik het eigenlijk zeker. Is er dan stiekem een beetje concurrentie? Balen de anderen? De anderen die balen enorm, ja. Dat denk ik wel, ja. Gefeliciteerd dan. Ja, dankjewel. Oh, dus kijk, we hebben meteen een balende erbij dan. Nou, wat jammer. Ja, helaas. Nou ja. Nee, dat is toch teamwork, toch? Ja, daarom, ja, iedereen werkt samen, dus komt allemaal goed. Ja. Nou, jullie kunnen het water weer uit. Missie geslaagd? Ja, ja, uiteindelijk wel, dus dat is goed. Daar kwamen we voor. Ja, oké. Okay. Nou, fijne dag nog verder. Hetzelfde. Okay. Nou, mooi. Ja. Ja, ja, zo, maar ik wacht heel even tot we echt zeker weten te laat zijn. Ja, okay. Ja. Niek? Als ik daar moet liggen, ik hou hem vast. Niek? Ja, dat dacht ik al. Hoe lang nog? Misschien was ik er wel hier. Nee, oh ja, mag ik iets vragen? Ja. Hij is eruit gevist. Hij is eruit gevist, ja. Ja, uiteindelijk. Ja, hoe voelt dat dan als zoiets is gelukt? Ja, toch wel de missie geslaagd. Dus ja, je bent toch een hele dag aan het zoeken. En als je dan het laatste locatie eigenlijk toch gaat zoeken en je vindt hem, dan is het toch wel lekker. Hoe communiceren jullie dan? Want de duiker was er nog onder water en toen hoorde ik al, we hebben hem, we hebben hem. Ja, we hebben gezegd, we hebben wat gevonden en we gaan op onderzoek uit. En uiteindelijk, ja, je haalt de duiker terug en we gaan zelf het omhoog halen om te kijken of het onderwerp is. We zagen jou er net mee rondtillen. Is het een zware? Nee, hij is vrij licht. Het is eigenlijk een halve kilo, dat is niks. Okay. Het is een stuk plastic eigenlijk. Is het dan apart dat hij niet met de stroming is meegegaan of zo? Of hadden jullie het wel verwacht dat hij er zou liggen? Nou, het verwacht niet. Andere mensen hebben het wel verwacht. Want ja, je weet niet hoe die gegooid is. Als hij gaat zweven, nou, dan is het wat moeilijk zoeken. Maar we hebben een geluk. Okay. Wat gaat er nu mee gebeuren? Ik denk dat ze nu wat DNA eraf gaan halen. En ja, ik ben geen CSI, dus ik heb echt geen idee. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Dank je wel. Ja, dat is niet door. Dat is niet door. Ja, 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 dat is niet door. Oké. Okay. En dan is je DNA gedaan. Nog een monster? Nee, want die schieten vanzelf op. Zijn ze losgeknipt? Ja, één kant kan ik openmaken. Nee, ik ken ze alle twee losgeknipt. En deze kan ik openmaken. Ik heb een slummetje. Ik heb een AB-lounge. AB4. AB4? Antitank. Dat kan Dirk, ik zal je het een stukje krijgen. Kom maar. Van jezelf. Mooi. Dat is het laatste wel nog te zien, die interviews? Komen die nog wel die komen online? Ja. Oh, dus we kunnen op de share zetten. Even downloaden. Over het. Ik zag mijn Willem bij huis. Ik ken hem niet. Ik had ze daar zo maar. Ja, maar dan moet ik hem even vast houden. Ja, mooi. Ja.
kwaad doet? Ja, even. Hey, Rob van Veen, ik zal Rob van de Veen even bellen. Oké, okay, ja. Kijk of ik hem met dit kan. Ja. Ga jij met zo vast houden? Ik geval dat je nu weet en dat je denkt dat ik ook niet weet. Ja. Ja. Oh nee, laat maar niet. Sorry. Is dat ook daar, Gerrit van Dijs? Als ik al echt niet praten. Ja, zijn we. Ja, jullie lukt blij. Ik heb het nog niet heet. Fantastisch. Ingepakt dan? Ja. Het is toen leuk dat we een hebben in handen hebben gehad, dus dat is ook leuk. Ja. Dat is voor mij ook nieuw. Iets dichterbij, elegant. Misschien proberen. Wat zeg je? Kunnen we iets dichterbij proberen? Ja, ik zie het ook. Laten we interviewen. Heel leuk. We pakken naar huis en dan zijn we een tijdje thuis in de helft. Ja, jij ook fijne feestdagen en we spreken elkaar. Oké. Okay. De hele tijd live. En ja, zonder, ik gaf nog een seintje. Toen vloer ik er meteen uit. Maar, toen, maar ze zijn gewoon met een heel programma bezig van 12. Of van 2 tot... Ja, maar jullie hebben toch wel de beelden met het... Ja, ja, ja.
kom gewoon in nieuw. Ik denk, wel gewoon mijn commandant op. Dat die mij dus krijgt, nu kijken, het is AT5 live. Ja. Maar goed, is er net niks op. Nee. Wij gaan opruimen, dan gaan we, een van die fietsenboot even tussen schroef zitten. Mag ik wat vragen? Ja, dat mag. Want missie geslaagd, denk ik, toch? Voor ons is de missie geslaagd. Ja, we hebben gezocht en gevonden. Was het moeilijk toen je dit water zag en je kwam vanochtend aan? Dacht je toen, oh-oh. Nee, we zijn vaker aan duiken geweest in Amsterdam. Dit is zo even uit mijn hoofd de zesde keer dat we militaire bijstand verlenen hier dit jaar. Dus we duiken vaker in de grachten. Maar het is altijd lastig omdat er gewoon veel troep ligt en een modderige bodem is en je eigenlijk nul zicht hebt. Maar daar zijn onze duikers op geoefend en wederom een succesvolle actie. En ik vind het vrij groot water voor hoe klein het is wat jullie eigenlijk hebben gevonden. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind het een vrij groot object. We hebben ook veel vaker kleinere dingen gezocht. En het is intensief zoeken, maar dan kunnen we ook kleine handvuurwapens bijvoorbeeld. Of messen, dat soort zaken, kunnen we allemaal vinden als dat moet. Nou geeft u zelf al aan, er ligt heel veel troep in het water. Hoe weet een duiker waarnaar hij op zoek is? Dat is een goede briefing die we hem van tevoren geven. We hebben hem foto's laten zien van het object of wat erop lijkt wat hij zoekt. En dan gaat de duiker onder water zonder zicht, dus puur met zijn handen gaat hij kijken of hetgene wat hij vindt, of het is wat hij zoekt. Als het er niet is, dan gooit hij het weg. En als het wel is, dan hebben we succes. Ik sta hier voor het eerst bij te kijken. Jullie begonnen al heel vroeg vanochtend. Is dit nou een snelle actie of hoe moet ik dat zien? Het is voor ons een normale actie. Je weet natuurlijk nooit hoe lang het precies duurt. Dan hangt het maar net vanaf waar in het zoekgebied die ligt. Nou, nu redelijk aan het einde van het zoekgebied. Als we hier waren begonnen op dit plekje met zoeken, dan hadden we natuurlijk vanochtend om 8 uur al gehad. Maar hebben jullie geen indicatie van, dit kan wel een paar uur duren of misschien wel een week of we moeten misschien nog wat terugkomen? Hebben jullie daar helemaal geen zicht op? Ja, jawel. Het zoekgebied wat we hadden afgesproken met de politie dat we af zouden zoeken. Dat was een gebied waarvan we gewoon konden zeggen dat we dat vandaag af konden ronden. En dat is dus ook gelukt. Hoe voelt u zich nu? Nu het is geslaagd, bent u dan helemaal opluchting? Ja, het is altijd leuk als je ergens naar zoekt en je vindt het ook. En natuurlijk is het ook zo, en het gebeurt ook regelmatig, dat we acties hebben waarbij we met zekerheid kunnen zeggen dat het er niet ligt. Maar het is natuurlijk altijd leuker om te kunnen zeggen dat het er wel ligt. Dus nu, alle duikers kleden zich weer om. Jullie zijn klaar. Wat gaan jullie nu doen? Vieren? We gaan kerst vieren over een paar dagen, maar we gaan gewoon terug naar Den Helder zo meteen. En daar hebben we nog meer taken op ons wachten. We hebben onder andere in het team 24/7 gereed zitten voor allerlei taken, zoals bijvoorbeeld starttaken voor de kustwacht. Maar ook voor de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben wij een team gereed zitten om mensen te kunnen redden wanneer het nodig is. Dus dit is helemaal geen hele bijzondere dag dan voor jullie? Tot zover. Het is natuurlijk wel mooi een actie met zoveel pers en wat toch tot een goed resultaat komt. Maar het is eigenlijk ons dagelijks werk om de mensen in Nederland te ondersteunen met onze duikcapaciteit. Weet u iets van wat er is gevonden van de granaatwerper? Hoe zwaar die is? Of... Nou, hij leek me niet zo zwaar wat de duiker hem naar boven bracht. Maar dat was ook gebriefd. Het is een apparaat van glasfiber. Dus het is volgens mij nog geen kilo. En niet gevaarlijk? Op het moment dat hij geladen was, was hij wel gevaarlijk uiteraard. Maar het is een lancering in richting van een granaatwerper waar de granaat al uit is. Dus niet meer gevaarlijk. Fijne dag nog verder. Ja, dankjewel. Jullie ook.
zag ik hem zo doen. Ik denk, ja, nou, net zoals ik heb echt direct Alex aangehaald. Het is nu voor een gynaecoloog. Ik zei, bel ik. Ja, ik wil. We mogen in principe, dat is echt een woord gebeurd, maar niet van het reclame. Maar dat is zo stom dat je in het van 9 uur zelf 20 minuten uitvindt. Ja, het is oké, dat is precies dat ze daar gaat. Het is allemaal gewoon lul achteraf. Ja. Sorry. En dat ik had geen geluid over met vrienden. Ja, nee, daarom. Nee, zeg maar eens. Nee, ik geef jou ook absoluut de schuld niet. Het is alleen meer frustrerend dat je hier dus de hele dag staat. En ja. Nee. Ja, ze wilde nog even prachtig op ons, weet je wel. Ze bleef echt nog zo staan. En ja, ik vind ze even ook weer. Ja, ik heb daarvoor. Ja. Ja, nee, en ik heb het stukje daarvoor. Het is echt geweldig. Ja. Ik heb echt dat hij uit het water komt, hè? Oh. Ja. Omdat je dat eerder... Je was op tijd, hè? Goeie plek, hè? Ja. Wat je de hele dag al... Ja, het vriendin van die jongen, die zat dus op Curaçao naar de aanvraag. Ja, dat hoorden we, ja. Ik kan zien wat er veel wat... Ja, precies, ja. Mooi, ja. Een mooie installatie, dat zo. Ja, goed, hè? Ja. Met zo'n klein dingetje zo meteen uit. Ja, te gek. Alleen waren we er net uit voor een van de, ik weet niet, Basta-programma. Dat zijn we net zien. Precies, we hadden de hele dag al met een ding op de rug staan. Ja. Ja, dat heb je altijd. Mooi. Ja, wat wil je ook? Ja, nou ja, ik vond het niet. Ik denk, nou, als ze niks vinden, hebben ze in ieder geval een ticket. Ja. Dat doen we kwamen.